Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik gooi geen handdoek in de ring, je ziet me zweten. Al die munten die verander ik in peper. Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Goedemorgen. Wat? Goedemorgen, Ik ben het en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en het is bijna 7:45. En om 7:45 gaan Mick en ik weg, want we moeten allebei naar school. Laatst 10:50, maar op zich kunnen we 10:00 ook wel weggaan, toch? Als we gewoon heel snel zijn. Ja, ik wel. Ja, jij wel. Ja, je hoeft pas om 7:50. Kom eens aan mijn haar doen. Hey. Ja, doe je haar even. En als je heel veel zin hebt in deze vlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze weekvlog. Weekvlog, normale vlog bedoel ik. Ik zal even snel laten zien wat ik aan heb. Ik heb een trui aan van Naked. Met hierachter dan zo'n diepe V. En daaronder heb ik een grijze broek van de Sting. Met mijn Superga's. En Mick en ik gaan nu naar school, Hering nog. En ik heb mijn spullen ingepakt. En ik ben best wel vroeg uit. Ik heb echt maar 2 uur les. Ik heb volgens mij rekenen en daarna heb ik aardrijkskunde. Dat is het. Oké, okay, we hebben net rekenen gehad. Dern was er niet bij. Waarschijnlijk denk je nu, waarom is Dern hier? Nou, dat gaat Dern even vrij haar fijn uitleggen. Oh ja, en we hebben nu een 1/2 uur pauze. Hoe is dat vandaag? Oké, als je de vorige vlog niet hebt gezien. We hadden een dramatisch filmpje dat Dern van de opleiding af moest. En nu zit hij er toch weer. Leg het even uit. Ik had ontwenningsverschijnselen en dat kon ik niet langer aan. Wow. Oké, ik zal het even uitleggen voor de mensen die... Dat is voor mij ook wel dramatisch. Oké, nou kijk. Ik had verteld dat je de reken- en taaltoets moet halen. Er komt donderdag een video over online. Over de algemene video van de PABO. Cool. Maar Darren die heeft toch nog maar een keer geprobeerd om de taaltoets te halen. Laatste kans. En anders gaat hij gewoon dit jaar volgen zonder dat hij toetsen maakt. Lekker. Dan zou ik dus echt niet komen. Nee. Dan zou ik echt niet komen. Ja, maar ik krijg daar een gedeelte van mijn geld van, hè. Ik heb meerdere duwtjes gemaakt. Mijn hele leven bestaat uit duwtjes. Maar wanneer krijg je denk je de uitslag dan? Dat weet je niet. Ja, eigenlijk zou ik dat vrijdagavond krijgen. Serieus? Maar dat heb ik niet gekregen. Dus ik denk vandaag. Oké. Okay. Dus we horen vandaag of je... Geslaagd bent. Oké, en als je het hebt gehaald, trakteer je ons allemaal op een kaassoufflé. Deal. Nee. Ik lust niet eens een kaassoufflé. Nee, die krijg ik er ook een. Ja, nee, doe. Kijk, op het woord trakteren dacht ik, nou, fuck it, nee. Maar toen zei je kaassoufflé was kopen. Ga nu kijken of die erop staat. Ik wil mijn mail checken. Ga kijken of die erop staat. Het cijfer. Dan hebben we live resultaat. Live resultaat. Oh, je stagebeoordeling staat erop. Oh, het is geen touch, grapje. Dat is een 8. Echt? Ja, ik heb ook een 8. Cool, dan zijn we even goed. Waarom hebben jullie allemaal een cijfer? Ik heb mijn cijfer nog niet. Ja. Wat is dat? Oh, maar jouw gemiddeld resultaat is echt een 8. Holy shit. Ik heb 9. Holy shit. Maar zo is het gek als je maar 3 knieën krijgt. Ja, en steeds een van de 3 was een 10. Hoe heet het? 8 studiepunten is niet heel raar. Want ik heb alles gehaald behalve de taaltoets en ik heb er 10. En ik heb voor de rest alles boven mijn gemiddeld. Is een 8. Ja. Nee, maar hij heeft maar 8 punten. Ja, zijn nee, maar en ik heb maar 10 en ik heb alles gehaald. Omdat we bijna geen cijfers hebben. We hebben nee, een 10 alles voor staat je... nog in concept. Ja, ik heb ook geen 10 voor mijn van Fenna. Ja. No. Ik heb geen 10 gehad. Wat een 8. Dat de examencommissie. Nee, omdat iedereen 7 heeft. En Fenna kan dus niet aanpassen. Maar dat is gewoon heel logisch. Iedereen hier heeft wel zijn best gedaan. En jij dit gewoon maar de helft. Ja, Noah heeft gewoon stress om geen toetsen te maken. Ja, ik vond het echt kut. Hoezo? Ja, ik wat voor kut dat je afgelopen week alleen maar zit te werken. En dat ik 6 keer jou heb zien uit eten gaan. Ga YouTube video's maken. YouTube video's? Ja, word vlogger. Mm-hmm. Guest appearance op haar kanaal. Hallo, weet je wat ik had? Ik had toch, ik weet niet of je dat had gezien in mijn story, had ik gewoon gezet. En toen iemand vragen over mijn opleiding, stel je vraag, weet je wel. Dus ik dacht, oh, krijg ik 10 vragen of zo. Kreeg ik 250 vragen of zo. Maar op Insta? Ja, gewoon op mijn Insta verhaal. Oh, ja, ik had het gezien, ja. Want ik dacht, oh, daar kan ik wel een video over maken. Nou, over dat kan ik echt geen video maken. Het slaat nergens. Gewoon in 2 delen. Ja, ik heb het nu ook in 2 delen gedaan. Ja, ik zou het in 6 delen doen. Maar het is wel leuk als je gewoon met een paar mensen steeds een paar vragen gaat beantwoorden. Dat is wel leuk. Oké, jongens, waarschijnlijk staat het resultaat van Darren's taaltoets erop. Dus hij gaat nu kijken. Het is echt heel erg spannend. Dus jullie gaan nu naar lokaal. En dan ga ik mij
Nee, kijk, nee, kijk nu, kijk nu. Kijk gewoon. Nee. Jawel. Oeh, Mandy heeft het geheft. Nee, nu. Ja, met, ja, heb je de uitslag al? Oh, oké, okay, snel. Ik ben bezig. Nee, stel voor dat je hoofd opstaat. Hey, back. Iedereen. Oh, jongens, jongens, godverdomme. Ik zat hierop? Hij staat er nog niet op. Jezus! Heb je hem gehaald? Nou jongens. Oké, het is 1:30 en ik kom net terug uit school. Ik had dus alleen rekenen en aardrijkskunde, dus ik was echt om super snel klaar. Al om 12:00, toen heb ik gelijk de trein naar huis genomen. Ik ga nu lekker even lunch maken. Ik denk dat ik een tosti ga maken, want daar heb ik echt trek in. En vanmiddag om 3:00 moet ik werken. En daarvoor moet ik echt nog wat dingetjes regelen voor school. En als ik dat heb gedaan, ga ik vanavond rond 8:00 of zo ga ik met vriendinnen wat drinken in de stad. Dus dat is super gezellig. Ik ga eerst even de tosti op gaan schoonmaken. Ik vind dat heel vies om anders mijn tosti erin te doen. En voor de rest, ja, ik heb mijn cijfer van natuur en techniek. Als je mijn weekvlog hebt gezien, weet je dat ik die toets had. En die heb ik helaas niet gehaald, dus die moet ik gaan herkansen. Maar ja, de rest heb ik wel gehaald, dus ik moet ook niet zeuren. Want ik dacht al dat ik die niet ging halen. Want ik had er echt super slecht van geleerd. Maar ja, het is toch fijn als je het in één keer hebt gehaald. Dus ik ga nu even een tosti maken. En dan zal ik zo meteen laten zien wat ik zo meteen voor school moet gaan doen. Dus dat eigenlijk. Oh ja, en ik wilde nog iets vertellen. Want ik heb dit namelijk gekregen. En dit is een diffuser. En wat hier super chill aan is. Je kan deze aanzetten. En dan gaat het super lekker ruiken in je huis. En ik vind het zo lekker. Het ziet er zo uit. Ik zal even de doos erbij pakken. Zo. Kijk, zo ziet het eruit. En het is echt super chill. En zo kan je dus ervoor zorgen dat je kamer of huis heel lekker ruikt. En we hebben dit in de woonkamer staan. En dit is echt top. Je kan dan zelf kan je van zulke flesjes bestellen die je er dan in kan doen. De geur die er nu in zit is cinnamon. Maar je kan dus ook nog veel meer met deze flesjes. Want dit zijn gewoon natuurlijke producten. En het helpt bijvoorbeeld ook tegen heel veel andere dingen. Ik zal in ieder geval een linkje naar de site waar je bijvoorbeeld deze en deze flesjes kunt bestellen, zal ik in de beschrijving zetten. En stel dat jullie het leuk vinden om hier wat meer informatie over te krijgen, dan moet je dat even reageren in de poll. Ik ga hem nu weer uitzetten, want ik ga zo meteen naar mijn eigen kamer. Maar zo gaat dus het huis heel erg lekker ruiken. En je hebt dus heel veel verschillende soorten flesjes, maar ook flesjes die bijvoorbeeld een beetje helpen tegen concentratie of tegen hoofdpijn. Dus dat is echt super fijn en die ben ik dus nu aan het proberen. Ik ga even een vlog kijken, ik weet nog niet van wie. En ondertussen deze tosti eten. Oké, de vlog editen duurde wat langer dan gedacht. Hij is in ieder geval bijna online. Ik heb ook gelijk nog even wat dingen voor school gedaan. Ik moest namelijk een lesvoorbereidingsformulier moet je altijd maken voor je stage. Dus die heb ik alvast gemaild. Want ik heb de volgende dagen niet heel veel tijd. En ik moet over een uurtje moet ik op mijn werk zijn. En ja, dat dus. En ik moet 3 uurtjes werken, dus valt heel erg mee. Ik eet gewoon thuis. En ik wil eigenlijk ook nog even de plattegrond doornemen van de kinderen in de klas. Want ik vind het eigenlijk wel gewoon echt heel belangrijk dat ik gewoon de namen ken. Maar ja, het is wel lastig om er, als je er geen gezicht bij hebt, om dan de naam uit je hoofd te kennen. Maar dat dus. En ja, ik zal zo meteen nog, ik ga straks ook nog even werken aan mijn bullet journal. Ik denk vanavond na het werk. Dus dan zal ik dat ook even laten zien. Ik ga nu werken. Ik heb zoveel spierpijn van de sportschool van gisteren. Dus als je de vlog niet van gisteren hebt gezien, ik ging dus met Mick sporten. Maar Mick doet dus een sportopleiding. En hij is best wel gewoon getraind. En ik ga ook best wel vaak. Maar Alma en ik doen niet, laat maar zeggen, dit schema wat ik nu doe. Dus ik ben echt helemaal kapot. Maar ik zie nu wel gewoon, ik zie steeds meer resultaten. Dus daar ben ik wel blij mee. Misschien ga ik er nog wel een aparte video over maken. Ik ga in ieder geval nu werken. Dus ik zie jullie na het werk, want ik neem mijn camera niet mee. Ik ben terug van werk. Jezus, wat zie ik eruit. Werk doet niks goed met me. En ik ga me zo meteen nog even een klein beetje klaarmaken. Iets anders aandoen. Want ik ga straks met Am in
En even wat in de stad wat drinken. Dus dan moet ik even me omkleden en zo. Maar ik ga nu nog even mijn vlog verder editen. Dan heb ik dat alvast even gedaan. En, want er komt morgen natuurlijk weer gewoon een video online om 4 uur. En even mijn telefoon opladen. En ik heb zoveel buikspierpijn. Ik ga echt dood. Echt, sporten met Mick is geen goed idee. Oké, ik heb me even klaargemaakt. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. En ik ga over 5 minuutjes ongeveer ga ik Amber ophalen en immen. En dan gaan we even in de stad een drankje doen. Als lipstick heb ik op Velvet Teddy, voor als mensen dat willen weten. En ik heb een trui aan van Ralph Lauren en eronder een flarebroek van de Sting. En ik ga nu eventjes mijn schoenen aandoen en dan zal ik zo meteen in de stad even verder filmen. Ik ben bij Einstein, samen met Eva, Emma en met Anne. Ja, dankjewel. Ja, top, dankjewel. Ik had nog wel wat water bij gemogen. Oké, Ik even ook uitleggen waarom het rood is nu. Volgens mij zie je het niet op de camera. Nou, ik moet dat nog zeggen, misschien als. Oké, ik ben bij Mick thuis en ik had net een drankje gedaan met mijn vriendin in de stad, maar ik heb daarna niet meer gefilmd. En Mick moest net nog huiswerk doen en nu liggen we in bed. En ik weet niet of je het rode licht ziet, maar Mick heeft dus een rode lamp in zijn kamer. Ah, niet alleen rood, het kan zijn groen, blauw, alles. Ik dacht, ja, maar Mick vindt het rode licht natuurlijk het mooist. Hé. Dat is gewoon. En. Soms ook nog gewoon, weet je. En we gaan straks slapen en dan moeten we morgen weer om half. Hoe laat moest je weg? 6:30 of zo. Hoe laat moet je weg? Nee, 7:30 moet ik weg. Oké. En dan zien jullie mij morgen om 4:00 weer bij een nieuwe vlog. Doei doei. Doei. Duimpie. Duimpie omhoog. Doei.